Volk werkt een Eagle. Dan weet ik niet hoe de naam is, want deze kant is een Eagle, hè? Komt er nog eens uit, Spartje. Ja, ja, voor de avond aan deze kant is het Vincent achter de microfoon, hè, Vincent. Oké, Vincent, ja. Ja, je viel net even weg. En wat is je oorspronkelijke locatie? Mijn oorspronkelijke locatie is Sliedrecht. Normaal gesproken zit ik in Sliedrecht. Sliedrecht, ja. Maar dan ben je nou, heb je de Tour de France een beetje gevolgd daar, op die kant? Nee, helemaal niet. Ik ben hier naar... Tour de France, ja, de laatste 10 kilometer is meestal spannend. Ja, maar als je in Zuid-Spanje komt, ja. Wat ga ik aan, ja. Er zijn natuurlijk goede populaties op dit moment, hè. Een hoge drukgebied komt van die kant. En we krijgen onderin van Duitsland, we zitten daar op die geld hier, hè. Ja. Okidoki, joh. Sorry hoor, dat ik zo loop te hoesten, maar ik heb de Costa Blaffa, hè. Ik hoor het, maar ik kan me nou niet uit gehad hier. Dat is ook niet in de kanaal, dat is er romantisch. Er is een nieuwe station hier aan deze kant, hè. Martin, ik weet niet of jij het wil proberen. Met Spanje. Oh, maar dat is niet goed, dat is niet Spanje. Dan mag ik wel hoe heet het, dat is een goed. Ik zal het zeggen, nou, ik heb alles kunnen verstaan wat je zei. Je komt maar een, oké, het is maar een S3 tot een 7. En, er zit wat ruis bij de modulatie. Maar ik kan je kopiëren hier, dat station. Ja, ik ben wel een beetje van de wijze van de reactie. Maar ik heb het niet origineel, dus. Ik vind het een heel dat het heel anders werkt. Ja, de propagaties, ja, doen soms rare dingen. Echt wel mooi, echt wel, ja leuke hobby, zeg maar. Ja, ik denk dat het heel leuk is. Ik wil maar met vanaf deze kant wordt het nou eventjes moeilijk, hè? Dus. Nou, we hebben goed weer, als dat bombommetje eronder. Ja, hier is mooi weer. Ik zal gelijk even naar buiten ik ben er gelijk aan het filmen, hè. De conversatie aan het filmen, zeg maar. Dat ik tot op internet kan zetten. Ik kan dat terugvinden, is op zich wel leuk. Dus ik ben er gelijk even de omgeving waar ik zit, zeg maar, ben ik even aan het filmen nu. Dus zo. Dan kan je dat ook weer terugzien op internet, hè? Ja, ik heb zelf even telefoon, dus neem ik je daar even over van hem, ja. Wat ga je op YouTube zetten? Hoe laat jullie binnenkomen, zeg maar, en met wat voor bakje ik zit, welke omgeving, en hoe lang het duurt. Zo, ja. Ja, dit gaat tot nu toe. Ik kan ook actie. Ja, ik zit hier met de Lego. En de E-Max 2000 antenne, hè? Ja. Die zijn al nog eens uit, ik heb daar niet. Ja, er lopen nog meer stations Nederlandse stations naar mij te roepen. Maar ja, jij klapt overal overheen. Waarschijnlijk hoor jij die mensen niet eens. Maar in ieder geval, ik zit zelf met een President Lincoln. Met een KL500 en de Wilson 1000. En dat staat allemaal even op de bus. Ik zit hier met de Lincoln en de KLD 400, hè. Dat is een stukje ja, full speed, hè. Daar zou ik ook wel overheen knallen, hè. Ja, ik heb zelf de grotere broer thuis in Sliedrecht staan, hè. De KLV 1000 met de dikke Russische lampen. Dat ding gooit er met een wattje of 4 insturing gooit er op high 2 gooit er ruim 9,5 uit. Ja, dat gaat prima, joh. Ja. Okie, joh. Hey,
Ja, ik zal zeggen tot wederhoorders en kijk ongeveer halverwege augustus zo. Dan ben ik alweer terug en heb ik het wel op internet gezet. Dan, dan moet je op YouTube moet je kijken naar 27MC Spanje. Er staan al meerdere filmpjes van mij ook. Dus ook met Rotterdam touwen, hè. Dat waren gewoon mensen bij mij uit de buurt. Dus oké, okay, hey, fijne dag nog daar, ho. En ja, neem er nog eentje op mij, hè. Oké, dan ben ik in Spanje, hè, wel een kijkje. Oké, bedankt en voor de radiocontact en nog fijne dag. Groetjes. Ja, die breker. Ja, ik hoor iemand praten met een zacht Brabant. Brunsum of zo? Ja, ik hoorde wel iemand, maar het is zo druk hier, hoor. Ja, je wil niet weten. Maar ja, ik hoor iemand wel praten. Brunsum of zo? Ja, meneer. Hij kan wel. Maar mijn locatie is plaatje Daro, Noord-Spanje, 30 kilometer boven Lorette Mar, hè? 30 kilometer boven Lorette Mar, Playa Daro. Oké, 30 kilometer boven Lorette Mar. Oké, prima jongens. Hey, hou op. Adios. Adios, amigo.